tentakelen, een toestel is om alles op een schip te zetten wat nodig is voor de vaart. Iets meer symbolisch dan, willen we onze jongeren proberen waardevolle bagage mee te geven voor de vaart van hun leven. Hier kom ik heen als ik me verveel thuis en er is niks te doen, kom ik naar hier. Ik kan hier dan ook nog een paar mensen, vrienden en zo, en op computer, biljart, spelletjes spelen. Een beetje onder vrienden, een beetje met Jan babbelen. Jan is iemand die ook werkt bij de opvang voor kinderen die problemen hebben thuis. Ik vind Jan heel goed, een heel goede man. En praat met andere jongens, die andere jongens, die mensen problemen hebben thuis. Ik ben Jan, ik ben medewerker van het jeugdhuis hier. Met een aantal diensten werken we samen, bijvoorbeeld straathoekwerk, met buurthuis en het Westerkwartier ook. Ze gasten kunnen hier echt wel met hun vragen terecht, kunnen zelf hun eigen inbreng doen voor wat ze graag zouden willen dat er gebeurt. Er wordt echt naar hen geluisterd. Ze kunnen hier terecht, gewoon om hier te zijn of als ze dan iets willen doen van activiteiten of zo, wordt er daar antwoord aan gegeven. Het wordt van alles gedaan. Ze gaan op kamp, ze doen daguitstappen naar het pretpark, ze doen mee aan voetbaltoernooien, ze organiseren wekelijks een voetbalavond hier in een zaaltje op de week. Het zaalvoetbal dat we doen, dat staat open voor alle jongeren tussen 12 en 18 jaar uit de buurt. Dus dat gebeurt regelmatig dat ook andere jongeren van buiten de jeugdhuis naartoe komen. Van de maand zijn we dit jaar in juli begonnen en dat was vanuit de vaststelling dat hier heel veel jongeren uit andere landen zijn, dus ongeveer 45% van onze ledengroep. Het land van de maand, dat is dus elke maand komt er een ander land in bod van de mensen die naar hier komen. Het is nu de maand van Jordi en het is gewoon iets dat de mensen die hier komen een beetje weten over de andere landen. Andere culturen. Een beetje kennis maken met andere landen en zo. Ik ga ook zo eten meebrengen een keer. Voor de mensen die niet weten wat het is. Het is heel leuk om mensen uit een ander land te ontmoeten en een beetje in de taal te leren.